Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Wat doet zo'n nostalgisch nummer nou met mensen? Ja, mensen krijgen daar een goed gevoel bij. Hè? Het herinnert ze aan vroeger, het laat ze merken dat er een continuïteit in hun leven is. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. En wat nu precies die gevoelige snaar raakt, dat is voor iedereen anders. Van de Beatles, dat soort zaken. Oeh, dat was van Bobby Smit. De Wooltown. Wat heeft u nu op staan? Kevin Saunderson, techno. Oldschool techno. Dus ik heb het niet echt... U bent niet zo nostalgisch? Nee, helemaal niet. Het hoeft natuurlijk ook niet per se muziek te zijn. Waar wordt u zelf nou heel nostalgisch van? Nou, geuren werkt bij mij goed. Wij hadden thuis een boerderij en als ik hooi ruik, dan komen allerlei herinneringen daaraan boven. Eeuwenlang dachten wetenschappers dat nostalgie hetzelfde was als heimwee. Een soort rouwproces om die dingen die er niet meer zijn. Maar dat is onzin, volgens Vingerhoets. Het geeft je toch een gevoel van, ik heb wel een band met andere mensen. Ik ben niet zo eenzaam als ik me nu op dit moment voel. En het kan dus helemaal geen kwaad om straks met oud en nieuw nog even lekker weg te dromen. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan.